Volkerts, maar mooi gedraaid. En nu ruimte bij Koopman, goed gezien. Als Koopman die bal binnen kan houden, dat lukt nog. Maar moet wel een ingooi weggeven. Wel goed gedaan door Volkerts, maar open draaien op het middenveld. Toch een van de wapens van Feyenoord vandaag moeten zijn. Niet een aardige poging is en die gaat erin. Konijnenberg schiet de bal zomaar onder Potthoff door. En dan ziet de keeper van Excelsior er niet heel goed uit. Goeie kaats van Spijk. Nu eigenlijk al vrij duidelijk te zien is dat Excelsior na die tegentreffer wat meer doorschuift met een van de drie centrale verdedigers. Als deze bal goed uitkomt en niet maar net naast gaat. Breewel. Brandau. Koopman. Ruimte voor het schot. Probeert dat ook maar eens. Geen hele gekke poging. Hooman. Volgens mij herstelt haar fout van zojuist. Koga weer meteen onder druk gezet. Brevel. Voorzet richting de tweede paal. Daar is Hendricks. Poging mist een beetje kracht. Bal richting Obispo. En die komt er ook. Obispo kan die bal geen richting meegeven. En Luzi. Een moeilijke hoek. Goed geschoten. Goede redding ook van Cinciak. Goed begin van de tweede helft voor Excelsior. Van Kerkhoven. Goed meegegeven aan Brandau. Voorzet. Wordt eruit gehaald, wil ik zeggen. Maar dat gaat helemaal niet goed. En dan is het raak. Kolderiek moment. En zijn ze bij Excelsior boos. Waarom? Is mij eigenlijk een raadsel. Is de woede voornamelijk omdat er een blessure aan het hoofd is. Dan kan je Lansens moeilijk verwijten dat ze het spel hier niet stillegt. Uiteindelijk is het laatste zetje, je zou het bijna vergeten, van Van de Lavoir. En dan gaat er nog een rode kaart komen voor iemand op de bank. Dat is voor trainer Richard Mank, zo te zien. Rode kaart ook nog voor de trainer van Excelsior. Deze bal kan worden weggekopt. Van de Lavoir raakt hem niet goed. En dan deze poging. Van de Raaf. Die overgaat. Helderman. Gaat het maar eens proberen. Dat scheelt niet zo heel veel. Groenewegen. En nog een hele mooie poging. En een hele goede redding. De poging was van Kleine. De redding is heel goed van Cinciak. Nog een hoekschop voor Excelsior. Dat er nog alles aan doet om het spannend te maken in die slotfase. De Raaf. Raaf. Weer een hele goede redding hoor. En dan zit de Poolse keepster van Feyenoord die zich onderscheidt. Aardige voorzet bij Luzi. En dat is een strafschop. Een duw in de rug bij Luzi.
voorzet van invaller Van Vliet. Daar gebeurt veel te weinig voor een strafschop. Kleine tegen Simtjak. Het woord. Simtjak in de rebound. Toch nog een goal. En het is weer spannend in de derby van Rotterdam. Kleine dus uiteindelijk met de treffer. Alles en iedereen van Excelsior nog mee. Ook Kiepster Pothof dus. De hoekschop. Bij de eerste paal. Blijft hangen. Pothof ligt op de grond. En uiteindelijk het schot dat huishoog overgaat van Van Vliet. En dan is het ook tijd. Meteen scheidsrechter Carolien Lansen fluit voor het allerlaatst deze avond. Feyenoord wint met 2-1 van Excelsior.